Geachte jury, zoals wij duidelijk zagen, staat hier de morele kant. De oude lieve mensjes, het gevraagdheid van of het wel zo goed en nodig is, en de toevoeging. Zoals wij hier keken, was het meer op de menselijke kant. Wij keken naar de problemen en wij keken naar wat er kon komen. Daar kwamen wij samen tussenin, kwamen wij eruit. Zodat de tegenpartij overnieuw verder, over de oude lieve mensjes. Die wonen niet vaak bij coffeeshops, die wonen niet vaak bij industriegebieden. Die wonen vaak aan de andere kant van de Randstad, waar het wat mooier is, wat schoner is. Zo hadden zij het 99%. Wat voor slap argument was dat? Het ging nergens over. Je kan wel vragen, maar uiteindelijk is er altijd. Er is niks voor niks naar gevraagd. Het is er niks voor niks dat die daar moet komen of juist niet moet komen. Bij het toevoegargument, het voegt dergelijk wel iets toe, een jeugdhonk. En dan kwamen zij iets aan van, ja, maar je hebt toch ook sport, daar mag je niet blowen. Hier wel. Wij hadden het sociale argument, het sociaal contact, het socialiseren. We hadden het overheidsargument, het staat duidelijk in de wet dat het mag. Dus waarom zou het niet mogen? Het mag wel, het staat in de wet. En het plaatsingsargument, wij hebben gekeken van waar het moet, of het goed is. Wij hebben gekeken naar kinderen, naar ouderen. En daar zijn we duidelijk over aangekomen dat dit een goede plaats is. Geen overlast. We halen de overlast, halen we juist weg uit het centrum. Dus daarom zeg ja tegen Café Wiet. Dan is er minder geprijs op straat voor Zwarte Piet. Dankjewel.